Roy, dreigen en dan schieten. Nou, dat is tenminste wat onderkant lat. En Fischer trapt dan de derde erin. Na een kwartier geklungel en gestuntel in de tweede helft zorgt Roy dan met deze dreun voor een opleving. En Fischer maakt het koelbloedig af, daar is hij voor aangetrokken. De Boer. Roy. Ronald de Boer en Rob Witsche. Richard Witsche natuurlijk. Fischer en dat is hem meteen. Daar staat Van der Gouw, de minst gepasseerde doelman van het vorig seizoen. Richard Witsche geeft een voorzet. En Fischer komt naar de bal toe en slaat Van der Gouw in de verste hoek. Dat Willem II te gast was in het stadion De Meer, heeft het nog nooit van Ajax gewonnen. En slechts twee keer in de talrijke ontmoetingen werd er gelijk gespeeld. Op papier moet dit dus voor Ajax een gemakkelijk klusje zijn. Fouten er is bij bal, Fischer. Fischer scoort. Heel belangrijk moment voor Paul Fischer. De Hongaar. Die weet dat Stefan Pettersson op de bank klaar zit om misschien een kwartiertje mee te doen vandaag. En dan is het belangrijk voor Fischer om nog even zijn visitekaartje af te geven. Zevende competitiegoal, Paul Fischer. Na een foute terugspelbal in de verdediging van Willem II. Profiteert de Hongaar van het buitenkantje. Na twee... Van Alphen. Van Oosten. Van Schip jaagt op. Ja, en Gentile let niet op en Fischer kan vrij op stam. Hij gaat scoren, ja! 0-2, Paul Fischer. Hij lette heel goed op de fout van Marco Gentile. En zo komt Ajax, 8 minuten voor rust, verrassend op 0-2. Vastberaden, zoals Elzinga hier. En die levert de bal zomaar weer in bij de Boer. Die kan dan door. En dan is daar de kans voor Fischer raak. Twintig minuten nog. De fout van Elzinga na zijn eerste goede actie. Bederft hij het helemaal weer door de bal zomaar op de Boer te spelen. Die kan door ondanks Roelofsen. En dan is daar Fischer met 2-1. Staffleu Numan. Purperhart zoekt iemand die er nog niet is, want die viel net om. Staffleu dus. Bouwens. Het is een beetje het Haarlemspel. Kort. Proberen voorzichtig wat terreinwinst te boeken. Het is gespeend van sensatie. Daar komt Blind. En als dan die tegenstander ineens alles toemerkt, daar waar de kansen zijn, dan wordt het Blind. Dat is niet buitenspel en dat is 3-0. Dat is Fischer. Goede actie van Danny Blind, die het juiste moment greep om Haarlem om door te slaan. 41e minuut. Marciano Vink dus opnieuw in de basis na een goed optreden al in het Amsterdam toernooi, ook in plaats van Peter Larsson toen. De Boer. Roy. Ronald de Boer en Rob Witsche. Richard Witsche natuurlijk. Fischer en dat is hem meteen. Daar staat Van der Gouw, de minst gepasseerde doelman van het vorig seizoen. Richard Witsche geeft een voorzet. En Fischer komt naar de bal toe en slaat Van der Gouw in de verste hoek.